Hardcore Nuclear hier op mijn kanaal Chester. Vandaag spelen we dus een potje Hardcore Team Damage op de map Combine. Ik ga spelen vandaag met de Cuda Submachine Gun en met de Fission Pulse Specialist. Wat we in deze serie natuurlijk moeten doen, zoals de titel zegt, een hardcore een nucleaar natuurlijk. Dus een 30 gun streak zonder dood te gaan. Zo simpel is het althans. Het is niet zo simpel, anders had ik hem nu al gehaald. Maar op mijn Cuda heb ik staan een Elosite, Rapid Fire en Extended Max natuurlijk. En we gaan kijken wat we dit potje kunnen gaan doen natuurlijk. Combine niet de beste map om hem te krijgen. Alhoewel, je kan hem erop halen. Het kan allemaal, het kan. Maar het is moeilijk. Want helemaal als we met Remington spelen of met KRM's. Of hoe de fuck dat ding ook heet. Maar... dat zegt niks. Dat zegt gewoon niks. Als wij beter zijn. En onze teammates ook een beetje opletten. Moet dat gewoon goed komen. Alle enemies spelen met shotguns. Daar ben ik wel niet blij mee. Maar ja. Oké, we moeten even een beetje rustig spelen tot we onze streaks hebben. Kijk, ik ben al dood. Maar wat het dus in deze serie is. Zodra je je hater hebt. Heb je eigenlijk al 19e deel binnen. Dus 90%. Dan is de laatste 10% geluk en skill hebben. Dat je ook weer een nieuwe hater haalt. En het potje niet op tijd afgelopen is. Holy shit, quad feed. En als we die geluk in één potje hebben. Oh, een ultra kill. 1 kill en dan kan een kill chain. Fucking my fucking life. Oh, shit man. Get on boys. Fuck. Get fucking on. Een ultra kill in TDM. No way. No fucking way gewoon. Oh my god. Nou, oké. Okay. Dat was gewoon fucked up. Oh, dat was echt een lucky nade eigenlijk. Zo, oké, ik heb weer vision pills binnen. En oh shit. Oké, nu heb ik een probleem. Nu ga ik niet meer healen. Oké, mooi, ik ben dood. Teammate. Nog door een teammate ook. wat wou ik zeggen? Wat wou ik zeggen? Ja, waarom ik niet met killstreaks of kills makende specialist speel, is de kans dat je daar een teammate mee killt is vrij groot. En als je dat 3 keer doet, word je natuurlijk uit het potje gezet. Dat wil ik niet hebben, zo net hebben. Dan zit je op een 27 streak of zo. En dan heb je al 2 enemies per ongeluk gekillt met je site. En dan met je 3e keer er per ongeluk nog 1. Ben je uit het potje gezet. Dus. Vandaar dat ik dat eventjes mooi niet doe. Wauw. Ik hoorde hem niet. Ik heb nog Dead Silence aanstaan, maar ik hoorde hem gewoon niet lopen. Waarschijnlijk heeft hij ook Dead Silence aanstaan. Ik hoorde hem op een gegeven moment dat hij die geel gooide van de Specialist, van de Ruin. Maar dat was ook het enige wat ik hoorde, maar goed. Oké, nieuwe Fishing Pills. Nou, spring jij mooi van de map af. Een briefwerk, jou. Oké, level 230. Oh, kinetic armor, wat? Hoeveel fucking schoten heb je nodig in kinetic armor om dood te gaan? Tuurlijk, dat waren de doodveel. Dan ga ik die voor een keer aanzetten. Oké, teammate heeft gelukkig een Vray. Anders waren wij helemaal fucked op dit moment. Ja, er zit geen nuclear meer in dit potje. Jammer genoeg. Jammer genoeg zit er geen nuclear meer in. Ik bouw nog steeds van die fucking ultra kill boys. Dat had gewoon. Oh. Dude. Dat was eigenlijk gewoon een kill chain. Min 1 kill. Fuck.
Waarom heb ik die ongeluk altijd? Als ik een live nu hardcore kill chain had gedropt, jongen. Dat is nog moeilijker. Ja, en aan de andere kant misschien ook wel weer makkelijker. Het is twee kanten, weet je. Want je kan veel makkelijker gekild worden natuurlijk. Maar je kan ook veel makkelijker doodgaan. Dus ik zou ten eerste zeggen dat het moeilijker is om een hardcore kill chain te halen dan een regular kill chain. Maar ja, dat is mijn mening. Ik weet niet hoe jullie erover denken. Laat het achter in de comments. Wat vinden jullie? Vinden jullie een hardcore nuclear? Stel als ik een hardcore nuclear had gehaald. Vinden jullie dat dan beter om te halen dan een regular? Of juist makkelijker? Get turned. Oh, let's go. Ik had de final kill nog. 34-9 is onze uitscore. Geen nucleair dit potje gehaald, jammer genoeg. Maar wel een kill chain choke, oftewel een ultra kill natuurlijk. Dus, mocht je nou even op de tweede aflevering van de Road to Hardcore Nuclear, vergeet dan natuurlijk niet je blauw duimpje omhoog achter te laten. 60 likes zou helemaal toppie zijn. Hopelijk leuk te zien bij de video van morgen. Dus, super bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer voor meer. Tot de volgende keer. Doei!